Goedendag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. We kunnen het goed zien op de satellietfoto. Of vanuit het westen trekt een dik pak bewolking over het land. En uit die bewolking valt vanochtend en ook zeker de eerste helft van de middag een tijd lang regen. Daarbij waait het ook flink. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en een boven land toe naar matig tot vrij krachtig. En in de kustgebieden naar krachtig of soms hard, windkracht 4 tot 7. Het wordt vandaag niet warmer dan 12 tot plaatselijk misschien nog 17 graden in Limburg, maar over het algemeen is het rond een graad of 14. Vanavond komen er een paar opklaringen en betrekken ook een paar buien over het land, in het oosten lokaal nog mogelijk met onweer. Ook morgen hebben we te maken met buien, opnieuw mogelijk met kans op onweer, zeker in de middag. Het wordt zo'n 13 of 14 graden en de wind blijft stevig doorstaan uit het zuidwesten. Als we dan kijken naar de dagen daarna, maandag, dinsdag en woensdag, hebben we elke dag wel enige tijd regen of een paar buien, maar zeker vanaf dinsdag is er ook wat vaker zon. De middagtemperatuur stijgt langzaam van 14 naar 16 of 17 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.